Een storyteller, of ook wel corporate storyteller, is een persoon die promotiemateriaal maakt voor bedrijven. Vaak is het een brandmanager die opdracht geeft tot de corporate storyteller om een merk of dienst onder de aandacht te brengen. Het materiaal zal gemaakt worden op basis van een verhaal. Storytelling gaat niet alleen over het schrijven van blogs of teksten. Een storyteller kan bijvoorbeeld ook promotiefilmpjes of bedrijfsfilmpjes maken. De storyteller zal hiervoor verschillende communicatietechnieken gebruiken. Dit doet hij of zij zodat de lezer of kijker wordt aangetrokken naar het bedrijf waar hij voor schrijft. De storyteller vertelt dit op een manier die het beste aansluit op zijn soort publiek. Er is natuurlijk een verschil in het vertellen van een verhaal aan volwassenen dan aan kinderen. Hoe beter het verhaal van een storyteller aansluit op het publiek, hoe beter de boodschap over zal komen. Daarnaast is het zeer belangrijk om de essentie van het merk of product over te brengen aan het juiste publiek. Je wilt natuurlijk niet dat de boodschap verkeerd overkomt of bij het verkeerde publiek terechtkomt. Een storyteller werkt vaak samen met een filmproducent, met name als een storyteller een promotiefilm moet maken. Maar je kunt ook denken aan het helpen bij online marketing of bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een blog. Er zijn verschillende opleidingen tot storyteller die iemand kan volgen. Vaak zien we bijvoorbeeld dat een communicatieprofessional dit als aanvullende opleiding doet. Maar ook zonder een dergelijke vooropleiding zijn er veel opleidingen mogelijk tot storyteller. Corporate storytelling komt tegenwoordig veel voor en kan voor organisaties belangrijk zijn. Ook met betrekking tot marketing is corporate storytelling belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het actief werken aan de naamsbekendheid van de organisatie.